dat je er weer bent. Klopt. Vandaag gaan we beginnen met les 2 van de uitdrukkingen en spreekwoorden en gezegden. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent. Oké. De vorige keer heb ik aan je uitgelegd wat gezegden en spreekwoorden en uitdrukkingen eigenlijk allemaal betekenen. En wat de geschiedenis daarvan is. En een beetje de achtergronden ervan. Dus ik hoop dat je de boeken hebt doorgenomen die ik je heb meegegeven. En dat je zelf ook nog een beetje hebt gestudeerd. Hartstikke goed. Wat fijn om te horen. En vandaag wil ik eigenlijk wat testjes met je gaan doen. Om te kijken of je inderdaad voldoende kennis hebt over de spreekwoorden. In het Nederlands. Oké. Ik heb hier naast me stenseltjes liggen. Met Nederlandse spreekwoorden en gezegden. En de betekenis daarvan. Want dat was natuurlijk ook de bedoeling dat je dat zou oefenen. Goed zo. Oké. Nou goed. Afspreken. Ik noem de helft van een spreekwoord op en jij maakt het spreekwoord af. En daarna gaan we ook kijken of je de betekenis van het spreekwoord weet. Goed zo. Nou, ik zou zeggen, ga er even lekker voor zitten en ontspan je even. En dan noem ik het eerste spreekwoord op.
loopt. Echt heel knap van je. En nu wil ik tussendoor even een ander testje met je gaan doen, als je het goed vindt. Ik heb namelijk afbeeldingen voor je, tekeningetjes die een spreekwoord of uitdrukking moeten voorstellen. En dan mag jij raden welke het is.
vorige keer ook niet besproken. De liefde kan niet van één kant komen. En dat betekent, als je samen iets doet, zal ieder moeten bijdragen. Ja, is wel logisch, ja. En een goed hart is...
is een meisje met allemaal pauwenveren. Ja, klopt. Dit meisje is zo trots als een pauw. En kun je ook uitleggen wat de betekenis daarvan is? Als je nog eens ergens bijles in wilt hebben, dan kun je me altijd